Ik ben Hakim, ik ben acteur, bekend van Sesamstraat. Ik ben Pernilla, ik speel een meisje van 16, maar ik ben eigenlijk 14 jaar oud. Hi, ik ben Munira Mansour en ik speel in het filmpje De Moeder. Nou, denk ik dat ik misschien een beetje te jong eruit zie, dus dan ga ik een bril dragen. Ik ben Bilal, ik ben 17 jaar en ik speel in deze film. Maar kunt u helemaal niks zeggen? Ja, een tijd. Of een dagdeel. Tussen nu en 6. Oké, dank u wel. Dat is toch echt niet normaal dit. Volgens mij kan ik nog eerder een afspraak krijgen met de koning dan met de loodgieter. En dan verdienen ze nog bakken met geld. Laat mij nou even kijken, pap. Dit is niks voor meisjes. Het gaat hier niet lukken. Laat me nou even proberen. Nee, pap, dat moet je niet gebruiken. Dat is slecht voor het meer. Laat haar nou even. Mijn dochter heeft meer verstand dan ik. Mijn dochter van 14 weet het beter dan ik. 15, pap. Zij weet zelf niet eens wat ze wil worden. Sst. Wij moeten haar steunen. Wat bedoel je? Laat maar. Ik weet precies wat je bedoelt. Nee, jij weet helemaal niet wat ik bedoel. Zij weet zelf niet eens wat ze later wil worden. Jij kan toch met haar meedenken? Wat is haar talent? Waar is ze goed in? Maar het enige wat jij kan doen is je aangevallen voelen. Ja, maar je bedoelt, die zegt altijd, hey, jij, wat bedoel je? Als ik mij, jij toch? Zeg, dan bedoel ik wij. Ja, weet jij dan wat zij wil? Nee, dat weet ik niet. Nou. Maar we moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. Hoe kunnen we weten wat de mogelijkheden zijn? Hoe kunnen we weten wat zij kan als zij niet vertelt wat zij kan, waar zij goed in is? Nou, dan moeten we beter opletten. Ja, dat doe ik toch. Beter opletten. En? Hij doet het weer hoor. Alleen de sifon moet vervangen worden. Zij heeft ons heel wat kosten bespaard. Nou, maar eerst zien het dan geloof. Je ziet het, hij doet het. Nou, eventjes die loodgieter afbellen. Nee, niet doen. Niet doen. Je weet het niet. Misschien gaat hij straks weer likken. Ga jij je dochter nou maar even bedanken? Waarom moet ik haar bedanken? Ze woont toch hier? Iedereen die hier woont moet een steentje bijdragen. Moet ik het in mijn eentje doen? Ben jij eigenwijs, zeg? Waar ga jij heen? Ik ga naar Lisa. Wat ga je daar doen? We gaan ons oriënteren op onze beroepskeuze. Oh, wat dat oriënteren betreft, daar maken jouw vader en ik ons een beetje zorgen om. We zijn wel heel trots op jou hoor, hoe jij net de gootsteen hebt gefixt, toch? Ja, ja. Waarom vertel je ons anders niet waar je goed in bent of wat je leuk vindt? Misschien kunnen wij jou wel helpen met je beroepskeuze. Ja, want als jij niet weet wat jij wilt, is het moeilijk voor ons om te weten wat jij wilt. Ik weet het wel hoor. Oh, nou, vertel. Wat ik niet wil. Dag mam, dag pap. Hey. Nou, het is hier meneer. Kijk. En wat is er mis mee? Hij is verstopt. Hij is gerepareerd. Dat schijnt. Maar ik vertrouw het niet helemaal. Kunt u even misschien kijken? Nou, er is niks mis mee. En wie heeft het gerepareerd? Ja, onze dochter. Ik dacht, ik ga dit daarin. Dat is heel gevaarlijk spul meneer. Dat moet u niet doen. Er is niks mis mee. Alleen u moet even uw sifon vervangen, want dat ziet zag er versleten uit. En ik stuur de rekening, meneer. Fijne dag. Dankjewel. Ik kom er wel uit. Loodgieter. Ja. De rol die ik speel in deze film, of in al die films, speel ik een beetje een strenge man, een beetje bot.
Dat ben ik niet in het echt. Ik wilde het zo doen, zodat ik een beetje die karakter... Het karakter, zie je? Het karakter van de vader een beetje versterk tegenover het kind. Ik had getwijfeld, zal ik hem aardig spelen? Maar ik dacht, als ik dat doe, dan komt het karakter van de kinderen... Van wie hij de vader is, dus van zowel van Tom of van Miranda of van Rosa, komt niet uit de verf. Dus zo heb ik het gedaan. En ik ben helemaal niet zo'n vader. Ik ben een hele aardige vader. Ik speel Miranda. En wie is Miranda? Het is een meisje die zelf nog niet weet welke beroepskeuze ze moet maken. Ze is zoekend. Maar haar ouders helpen haar niet. Willen ze dat niet? Jawel, alleen ze zien niet wat ze kan, waar ze goed in is. En wat kan ze? Ze kan veel. En omdat haar ouders dat niet zien, wordt ze onzeker. En weet ze niet wat ze moet kiezen. Zien jouw ouders jouw talent? Ja, daarom laten ze mij meedoen in deze film. Sterker nog, het is mijn moeder die me daarover vertelt. Ik speel loodgieter. Ben jij ook in het echt loodgieter? Nee, ik ben lichttechnicus in het echt. Nog niet helemaal. Ik volg een opleiding ervoor. En hoe kwam je op die keuze terecht? Nou ja, door een theater Sakim. Daar ben ik heen gegaan en daar vond ik techniek wel leuk om te doen. En daar heb ik mijn ervaring ook op gedaan. Dit zijn mijn echte kinderen. Dit is Nimra, ze is bijna 1. En dit is Noah, die is bijna 5. Ja, en als die later gaan studeren, dan hoop ik natuurlijk dat ze een opleiding kiezen die bij ze past. En als ze vragen hebben, dan ga ik ze natuurlijk zeker helpen met hun keuze. Maar die keuze moeten ze wel zelf maken.